100.000 gulden zit in deze fietstas. En hier nog eens 100.000. En daar fiets ik gewoon mee door de polder. Ik ben namelijk koerier en ik ben onderweg van Amsterdam naar Alkmaar. Daar moet ik dat geld afleveren bij een plaatselijke afdeling van het verzet. Ja, met de trein zou sneller gaan natuurlijk. Alleen de treinen die rijden niet, want er is een spoorwegstaking. Het is september 1944, laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Als ik namelijk geen Duitse soldaten of zo tegenkom. Want als ze dat geld zien, dan willen ze natuurlijk weten waar het heen moet. Maar vooral ook hoe ik eraan kom. Ja, hoe kom ik eraan? Ik weet het ook niet precies. Het schijnt afkomstig te zijn van een zekere ome Piet. Ome Piet die regelt het geld. Stel je voor, je bent Joods. Alle Joden, mannen, vrouwen, kinderen, die worden afgevoerd naar concentratiekampen. Of je bent een Engelse piloot en je bent hier in de buurt neergestort en ze zijn naar je op zoek. Of je moet dwangarbeid verrichten in Duitsland en dat wil je niet. Hoe dan ook, dan moet je dus onderduiken. Dan moet je je verstoppen en dan heb je dus ook mensen nodig die je daarbij willen helpen. Zoals hier. Achter de linnenkast. De linnenkast in de slaapkamer van Corrie ten Boom in Haarlem. In deze schuilplek konden 6 mensen zich verstoppen. 6 mensen achter de muur. En vergis je niet, hè? Onderduikers in je huis hebben. Dat was niet alleen levensgevaarlijk. Het is ook nog heel erg moeilijk. Alleen al omdat je die mensen te eten moet geven. Al het voedsel was op de bon. En per gezin kreeg je net genoeg bonnen om van te leven. Je had dus extra bonnen nodig. Nou, die moesten worden vervalst of die moesten worden gestolen. Hoe dan ook, dat kostte geld. Maar dat werd dus allemaal betaald, hè? Het geld dat was afkomstig van het verzet van een zekere meneer Berends. In september 1944, dan komen de Engelsen en de Amerikanen eraan om Nederland te bevrijden. Dus die moeten worden geholpen. Om die reden staken de spoorwegen, zodat het voor de Duitsers moeilijker is om hun soldaten en hun spullen te verplaatsen. Maar ja, als de spoorwegen staken, dan hebben al die mensen die voor die spoorwegen werken dus ook geen inkomsten meer. En dan hebben we het wel over 30.000 salarissen. En toch komt er geld voor al die gezinnen van het Nationaal Steunfonds. Het klinkt heel officieel, maar eigenlijk is het gewoon een super geheime bank. Ook weer van het verzet. En aan het hoofd van die bank staat een zekere Van Tuyl. Dat verzet in Nederland, wat moeten we ons daar nou eigenlijk precies bij voorstellen? Nou, het verzet, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Je moet je niet een strakke organisatie met een hoofdkantoor, een directie en lokale vestigingen bij voorstellen. Het is niet de HEMA. Nee, het verzet, dat zijn allemaal losse groepen en groepjes verspreid over het hele land die in het diepste geheim levensgevaarlijk werk verrichten. En het ook nog eens een keer heel vaak niet met elkaar eens zijn over hoe je dat verzet nou eigenlijk moet plegen. Toch komen de belangrijkste leiders van dat verzet eens in de week bij elkaar voor overleg. En het overleg wordt geleid door een geheimzinnige figuur die de olieman wordt genoemd. De olieman omdat hij de meningsverschillen tussen die leiders altijd weer glad weet te strijken. Uiteraard zijn die bijeenkomsten in het diepste geheim en telkens op een andere plek om maar niet ontdekt te worden. Voor een geheime vergadering is het best wel een groot gezelschap. Je hebt het al gauw over 9 verzetsleiders uit het hele land. Die vergadering die wordt dus geleid door de olieman. De mannen van het geld die zijn er ook bij. Berends, Van Tuyl, ome Piet. Dat wordt een beetje dringen rond deze tafel. En toch kan ik wel wat stoelen weghalen. Want Berends, die heeft geen stoel nodig. Van Tuyl, die hoeft hier ook niet aan te zitten. En ome Piet,
Die is er ook niet. Want Berends van Tuil, Ome Piet en de olieman zijn in werkelijkheid één en dezelfde figuur. Een zekere Walraven van Hal, voor zijn familie en vrienden Wally van Hal, die al die verschillende namen gebruikt om niet ontdekt te worden door de Duitsers. Deze Wally van Hal is min of meer de leider van het verzet in Nederland. Hij houdt de boel bij elkaar en hij zorgt dus ook voor al dat geld, voor heel veel geld. Walraven van Hal is zelf bankier. Hij leent geld bij banken. Allemaal in het geheim, zodat de Duitsers er niets van merken. Hij sjoemelt het bij elkaar. Een miljoentje hier, een miljoentje daar. De bankdirecteuren werken eraan mee, want de Nederlandse regering, die in Londen zit, heeft beloofd dat alles na de oorlog wordt terugbetaald. In september 1944, dan staken dus de spoorwegen. En dan is er ineens wel heel veel extra geld nodig, want dan moeten dus de salarissen van 30.000 stakers worden doorbetaald. Waar vind je in 1944 zo veel geld? Nou, dat vind je hier, in dit gebouw aan het Rokin in Amsterdam, dat toen nog de Nederlandse bank was. Samen met zijn broer, Gijs van Hal, ook een bankier, bedenkt Wally een plan. Hier beneden, in de kluizen van de Nederlandse bank, ligt voor miljoenen guldens aan zogeheten schatkistpapieren. Eén zo'n schatkistpapiertje is 100.000 gulden waard. Het is omgerekend naar nu 540.000 euro per stuk. Walraven van Hal, die heeft die schatkistpapieren laten namaken door een vervalser. Zijn broer Gijs, die heeft een handlanger binnen de Nederlandse bank, levert die schatkistpapieren af bij deze man genaamd Ritter. Deze Ritter die niks minder is dan de chef-kassier van de Nederlandse bank en daardoor als een van de weinige Nederlanders ongehinderd toegang heeft tot de kluizen van die Nederlandse bank. Binnen een paar maanden daalt Ritter met zijn stapeltje vervalsingen zo'n 15 keer af in de kelders naar de kluizen. Met gevaar voor eigen leven, hè? Vergis je niet. Eenmaal in die kluis wisselt Ritter de waardepapieren om. De valse, die laat hij achter. En de echte waardepapieren, die neemt hij mee naar buiten. Die geeft hij door aan Gijs. Gijs geeft ze door aan zijn broer Wally. En Wally wisselt die waardepapieren in bij de gewone banken voor heel veel geld. Er is op deze manier voor omgerekend naar nu zo'n 275 miljoen euro weggehaald uit die Nederlandse bank. Geen schot gelost, geen slot gekraakt. En toch is dit de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis. Er was tegen het eind van de oorlog gebrek aan van alles. Maar het verzet, dat bulkte van het geld. Al die miljoenen die werden dus op deze manier door fietscouriers verspreid over het hele land. Meestal waren dat trouwens meisjes van een jaar of 18. En dat waren natuurlijk toch wel stuk voor stuk helden, moet je zeggen. Net zo goed natuurlijk als Walraven van Hal, want vergis je niet. Die man die had, hij was getrouwd, hij had jonge kindjes, hij had een hele goede baan. Hij had er ook voor kunnen kiezen om niks te doen. Dat had een stuk veiliger geweest voor hem en zijn gezin. Maar hij koos er dus voor om zich te verzetten. En daar heeft hij een hele hoge prijs voor betaald, want in januari 1945 werd hij gearresteerd door de Duitsers. En op 12 februari is hij in Haarlem door het vuurpeloton doodgeschoten. 3 maanden voor het einde van de oorlog. 3 maanden voor de bevrijding.